Of als u met ons meeluistert via de livestream of met ons verbonden bent via Radio Hattem. Welkom, fijn dat u met ons meeluistert of hier bent, meekijkt. Ook een speciaal welkom aan Bart Satijn. U zult ons vanmorgen meenemen in het thema De Vrede van God. We zijn benieuwd wat de Geest door jou tot ons wil spreken. Ja, deze afgelopen weken ben ik erbij bepaald dat we samen een lichaam zijn, samen een gezin zijn. Hier, deze gemeente, jij en ik, wij allemaal zijn één lichaam samen. En ik wil daarom met jullie een stukje lezen uit 1 Korinthe 12. En dan 1 Korinthe 12, vers 12 tot 20 en 26 en 27. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al die leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaaf, hetzij vrije. En wij allen zijn door één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom niet van het lichaam. En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen, afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er veel leden, maar er is slechts één lichaam. En 26 en 27. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Dus we zijn één lichaam. En hoewel we allemaal aparte leden zijn, horen we bij elkaar. En functioneren we juist als we bij elkaar zijn. Nou, dat is toch wel een flinke uitdaging in deze tijd. Dat we toch eigenlijk allemaal op een best wel een afstand van elkaar, niet meer zo dichtbij met z'n allen bij elkaar mogen komen, functioneren we nog steeds wel als een lichaam. En ik wil jullie ook dan allemaal oproepen om je daar ook dan voor in te zetten. Misschien in de kleine kringen, of misschien zondag als je hier kan komen, of met ons verbonden bent. Fijn dat we toch met elkaar verbonden kunnen zijn. Zo zijn we niet individueel allemaal een lichaam. Nee, dan zijn we leden. En we moeten juist proberen met elkaar dat lichaam van Christus hier vorm te geven. Nou, wil je niet de hele preek gaan houden. Maar ik denk dat het wel goed is als we dat beseffen. En dat we daarin ook ons voor inzetten. Of door de week misschien eens een keer een sms'je te sturen. Of een gemeentelid die we wat langer al niet hebben gezien, is er even aan te spreken. Graag wil ik met jullie openen met gebed deze morgen. Ja, Heere, we willen voor u komen, voor uw troon komen, Heer. Heer, want u bent de eeuwige, Heere, u bent degene die, waarvoor we allemaal leven, Heer. We zijn voor u bestemd, Heer, dat ons leven tot eer van u mag zijn. Heer, dat ons samen zijn ook uw lichaam mag zijn hier op aarde, Heer. Dat we samen een stukje van u mogen laten zien als uw lichaam zijn. En wil u bidden, Heer, of u ons daarin ook wil zegenen, of u ons daarin ook wil helpen, wil bemoedigen, als we ook wat minder contact misschien met broeders en zusters hier hebben. Heer, maar wil u danken dat we deze morgen wel weer hier bij elkaar mogen zijn. Of we verbonden zijn, Heer, of luisteren via de radio. Heer, dan wil ik u bidden of u in ons hart wil spreken deze morgen, of u ons wil leiden, Heer. Laat ons hart ook voor u openstaan wat u te zeggen heeft. Heer, laat onze gedachten even tot rust komen van wat er allemaal is gebeurd deze morgen misschien en de afgelopen week. Ja, Vader, wilt u ons daarin zegenen, Heer. Dat wil ik u vragen, Heer, in Jezus' naam. Amen. Nu gaat de band met ons zingen. Opwekking 767, familie.
grootste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven. Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste gezin. Vragen voor de mededeling en de voorbeden. Daarna zullen we met elkaar zingen opwekking 717. En daarna zal Bart Satijn naar voren komen voor de prediking. Goedemorgen allemaal. Ook mensen die thuis meekijken via YouTube of RTV Hattem. Iedereen van harte welkom. Ik mag u de mededelingen voorlezen. En we willen graag alle zieken bemoedigen met de woorden uit Nahum 1 vers 7... En daar staat: de Heer is goed, een vesting in tijden van nood. Hij kent wie bij hem schuilen. Nu wat de zieke betreft vragen William en Sylvia gebed voor een nichtje die, terwijl ze hoogzwanger was, in coma is geraakt. De baby is inmiddels geboren, maar de moeder ligt nog steeds in coma. In de nieuwsbrief wordt hier uitgebreider op ingegaan, samen met een hulpvraag. Ook de familie Rorije vraagt uw gebed, want hun moeder is opgenomen met ernstige darmklachten. Dan algemeen. Er komt weer een lumpia-actie voor de Filipijnen, komt er weer aan. Op de Filipijnen hebben ze ook te maken met COVID-19. Daar zijn de winkels open, maar scholen zijn dicht. En de gemeentes waar wij mee verbonden zijn, ja, zij kennen dezelfde uitdaging als wij hier kennen. En zij vragen ook uw gebed. Dan wat betreft de Lumpia-actie, de jaarlijkse najaars Lumpia-actie van onze zondagsschool voor het kinderwerk op de Filipijnen komt er weer aan. Dit jaar is de gehele opbrengst bestemd voor de 170 kinderen in de 7 gemeenten waar wij mee verbonden zijn. We hopen de kinderen allemaal een kerstpakket te kunnen geven met leuke en praktische cadeautjes en natuurlijk een christelijke boodschap. Bestellen kunt u de lumpia's vanaf zondag 8 november tot en met zondag 15 november via e-mail of telefoon. En de kosten zijn 5 lumpia's in 1 zakje voor €5,50. U kunt uw bestelling ophalen op zondag 22 november direct naar beide diensten buiten bij de uitgang. Meer informatie over deze actie en bestellen kunt u via Erlinda en of Madeleine. Dan nogmaals een herhaling wat betreft het aanmelden van de kerkdiensten. Het is de bedoeling dat u zich aanmeldt voor de ochtend- en de avonddienst via de website. Wilt u, wanneer u dat gedaan heeft en onverwachts niet naar de dienst kan komen, dit dan doorgeven? Uw plaats is dan weer beschikbaar voor iemand anders.
Dan straks bij de uitgang is er een gastentafel. Ik zal er staan. Als u ergens over wilt praten of u wilt meer weten over de gemeente, dan kunt u bij mij terecht. Dan vanavond zullen we ook de dienst uitzenden via YouTube. En dan hopen we dat broeder Gijs de Brede weer zal zijn. Het is het derde en laatste thema bijeenkomst. En vanavond zullen we het hebben over vergeving. De aanvang is om 19 uur. De collect is vandaag bestemd voor algemene doeleinden. En u kunt uw bijdrage via de gift-app of via de website op onze bankrekening overmaken. Ook kunt u gebruik maken van de collectezak bij de uitgang van de kerk. Dan nog even een kleine verandering. Volgende week, 8 november, vieren wij zowel 's ochtends als 's avonds het heilig avondmaal. In het Bethelnieuws staat alleen 's avonds, maar we vieren dus 's ochtends en 's avonds, zodat iedereen ook de kans heeft om deel te nemen aan het avondmaal. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, u bent zeer te loven en te prijzen. U bent onze God, u bent onze schepper. Heer, en wij loven en we prijzen u. En we zijn u dankbaar voor de liefde en genade die u ons hebt gegeven. Die ons hebt gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Heere Jezus, u bent plaatsvervangend voor ons aan het kruis gegaan. Heer, u bent mens geworden, Heer, zodat wij gered mogen worden voor de eeuwigheid. Heer, wij loven en prijzen u en wij zijn u dankbaar. Help ons, Heer, ook als gemeente dit goede nieuws toch door te vertellen. Wij hier op de plaats waar u ons gesteld hebt, Heer, maar ook op de Filipijnen, waar we dan straks ook een actie voor mogen houden. Heer, dat daar ook uw woord wijd verspreid mag worden en dat het ter bemoediging en tot redding mag zijn, Heer van velen. We bidden ook voor het kinderwerk waar we zo bij betrokken mogen zijn. We bidden voor deze 7 gemeenten en als ze zo ook hun uitdagingen hebben. Heere God, wilt u hen ook nabij zijn? Wilt u ook de leiders helpen? Heer, in het onderhouden van de contacten met de leden en met de kinderen. We bidden voor uw hoop en voor uw zegenen ook over hen. Vader in de hemel, en wat we net mochten lezen in Nahum. Heer, u bent een goed God. Heer, het is goed om bij u te schuilen. Heer, u ontvangt iedereen. En iedereen die in nood is, kan bij u terecht. Heer, daar willen we met elkaar ook bidden voor de zieken in onze gemeente. Wilt u zo hen erbij zijn, wilt hen kracht geven en troosten. We bidden ook met name voor het nichtje van Willem en Sylvia. We bidden voor deze situatie, voor dit gezin. Heer, aan de ene kant zijn we dankbaar voor het kind wat geboren is. Heer, maar we maken ons ook grote zorgen samen met Willem en Sylvia, Heer, over hun nichtje. Heer, we willen toch bidden, Heer, voor haar. We dragen haar aan u op en we bidden, wilt u haar genezing geven. En we bidden ook, Heere God, voor de moeder van de familie Rorij. Heer, we dragen ook haar aan u op. We bidden, Heere God, wilt u haar ook troosten, nabij zijn, de mensen om haar heen. Heer, dat het hun ook tot een bemoediging voor haar mag zijn. We bidden voor deze 2 families en we dragen hen aan u op. Dank u wel, Heere God, dat we zo dat ook mogen doen. Heer, dat we ook nu de tijd die we met elkaar hebben zo in uw handen mogen leggen. We bidden, Heere God, voor onze broeder Bart Satijn, wanneer hij straks uw woorden mag spreken, Heere God, dat hij zo uw zegen mag ervaren en dat wij die toehoren, Heere, dat wij ook zullen luisteren ook met onze harten en het zullen toepassen in ons leven. En we bidden ook, Heere God, voor de kinderen. We bidden voor de crash. We bidden ook voor hen. En we dragen ieder van hen persoonlijk aan u op. En we bidden dat ook zij vandaag van u mogen leren en met elkaar mogen groeien in uw liefde. We bidden, Heere God, ook voor de activiteiten de komende week. Van de Alpha-cursus tot de kringen, vergaderingen. We leggen het allemaal in uw handen. En we bidden, Heere, dat alles wat we zo met elkaar mogen doen als gemeente, dat het tot eer en glorie van u zal zijn. Heer, dank u wel dat we zo dit alles voor uw troon mogen brengen. Dank u wel, Heere God, dat we zo mogen weten, Heer, dat u onze God bent, dat u ons leidt, dat u ons sterkt. In Jezus' naam. Amen. Thank you.
stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen, God. Omgeef je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. Bijzonder om hier weer deze ochtend te zijn. En ik moet bekennen dat zijn woorden die voorgangers vaak gebruiken. Het is fijn en bijzonder om hier te zijn. Maar in deze tijd is dat ook nog gemeend ook nog. Omdat het bijzonder is dat je in een tijd als deze, waarin de gezondheid misschien nog wel weer bijzonderder is, dat het inderdaad bijzonder is om hier te zijn. Zo met elkaar, bij elkaar. En dat we het woord van God mogen openen. We mogen misschien niet zingen, maar ik hoop van harte dat u diep in uw hart uit volle borst mee hebt gezongen. Misschien wel mee hebt geblaard zelfs. Omdat het hele diepe woorden zijn die je zingt eigenlijk. Hè? Die komen misschien wel meer binnen als we inderdaad stil zijn. En we horen ze. Stil mijn ziel, wees stil
voor de onzekerheid van morgen. Woorden die vandaag al helemaal klinken, onzekerheid van morgen. Want we weten immers niet hoe morgen eruit ziet. En dat wisten we altijd al wel, dat we niet wisten hoe de morgen eruit zou zien. Maar het wordt nog maar weer even bevestigd als alle zekerheid die we hebben onder onze voeten weg wordt gehaald. En we terugvallen, eigenlijk alleen maar terug kunnen vallen op God. Maar goed, daar gaan we het vandaag over hebben. Over die vrede van God, die mag heersen in ons hart. Ik zou met u willen lezen uit Filippenzen 4. Als u een Bijbel mee heeft, wilt u met mij meelezen. Als u thuis zit, pak hem uit de kast. Wellicht heeft hij hem al op tafel staan. Dan wil ik met u lezen uit Filippenzen 4. En dan de versen 4, 5, 6 en 7. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Dus als u een andere vertaling heeft, dan zal het geheid wat afwijken. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7. Dan lezen we: verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door biddend en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4, het slotstuk van de brief. En eigenlijk wat we net hebben gelezen, is een soort van samenvatting die Paulus geeft over de stukken die hij ervoor heeft geschreven. Er komen allerlei dingen aan bod. En eigenlijk om nog alles weer even helder te krijgen, vat hij het hier samen. Samen in een aantal punten. Maar voordat we daarna gaan kijken, moet ik u bekennen dat ik heb deze preek namelijk al eerder gegeven, een paar weken geleden. En we kregen een opdracht mee vanuit de studie, dat je een preek 3 keer moet geven in verschillende kerken. En ik had die preek gegeven en dat was mooi, dat was goed. En van de week was ik er weer mee bezig in mijn voorbereiding en toen raakte die me eigenlijk pas. Waarom? Omdat de situatie van de Filippenzen eigenlijk heel goed te plakken is op de situatie vandaag de dag. Namelijk, Paulus spreekt hier vol liefde over deze gemeente. Wat bent u goed bezig om in eenheid samen te zijn? Wat bent u goed bezig om die verbondenheid onderling, om dat voor elkaar te krijgen? En ik zou bijna zeggen, Hatten, wat bent u goed bezig? In deze tijd, als we niet bij elkaar mogen komen, dat we alles op afstand mogen doen, dat we toch op zoek zijn naar manieren waarop we de verbondenheid met elkaar mogen hebben. En ik hoop dat als u thuis zit en meekijkt, dat u zich ook verbonden mag voelen deze ochtend. Het is een situatie waarin de Filippenzen veel druk krijgt van de buitenkant. Men vindt wat van de manier van werken. Ook binnenin zijn er strubbelingen in de gemeente. De manier waarop dingen worden gedaan. Er is een discussie gaande over de besnijdenis. Hoe wel, hoe niet. Moet het niet. En ook vandaag de dag zien we dat ook in de kerk en in de maatschappij er steeds meer strubbelingen plaatsvinden. Juist door datgene wat er gebeurt. Er was vorige week een heel artikel waarin de... ben ik in het Outbreak Management Team. Daar zit iemand die voor de algemene terrorismebestrijding. Vond ik vrij heftig om te lezen. Ik denk, wat zit hij daar nou? Waarom zit hij daartussen? En die zei, nou, ik hou eigenlijk heel goed in de gaten wat er nou eigenlijk gebeurt in de gemeenschap. Wat gebeurt in de maatschappij. En hij zegt, ik zie dat het polariseert. Mensen verruwen. Mensen worden harder naar elkaar. Er zijn allerlei extremere gedachten die plaatsvinden. En we zien ook in de kerk dat dat kan gebeuren in deze tijd. Dat het een spanning met zich meebrengt. Wat gaat er gebeuren? Misschien is er wel een angst. Gaan we überhaupt nog wel weer samenkomen? Ooit. Nou, ik heb die hoop wel. Ik heb die hoop dat het zeker weer gaat gebeuren. Maar het is wel, dat verhaal van de Filippenzen is heel bijzonder zo te plaatsen op vandaag de dag. En daarom is het ook goed, denk ik, om hiernaar te kijken. En laten we dan beginnen bij vers 4. Ik ga eigenlijk vers voor vers doorheen. Paulus zegt er, verblijd u altijd in de Heere. En dan zegt hij, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Blijdschap. Niet zomaar, ach, zou u er ook wel over na willen denken om eventueel blijdschap in uw hart toe te laten? Nee, 2 keer verblijd u. Doe het. Ik zeg het u opnieuw, verblijd u. En dan voegt hij eraan toe, Thessalonicenzen zegt hij nog, verblijd u altijd. Het maakt niet uit wat er gebeurt, verblijd u altijd. Dus wanneer? Ten alle tijden. 24-7, het hele dag door, het hele jaar door, ongeacht de situatie. Verblijd u.
En ik moet u bekennen, ik denk niet dat Paulus hier bedoelde een soort van evangelische blijdschap die we nog wel eens horen in de kerk. Met de gedachte, het maakt eigenlijk niet uit in welke situatie u zit, wees altijd blij, vreugdevol, jee. Ik denk niet dat dat de blijdschap is die Paulus bedoelt. Maar hij zegt wel die woorden, wees ten alle tijden blij. Sterker nog, de situatie waar hij in zit op dat moment, geeft hem ook nog het recht om te zeggen, verblijd u. Paulus die zit in de gevangenis, weet helemaal niet wat zijn toekomst is en wat zijn toekomst zal zijn. Hij weet niet of hij eruit gaat komen. En daar klinken dan die woorden van hem, verblijd u ten alle tijden. Ik denk niet dat Paulus altijd met een grote big smile in de gevangenis heeft gezeten. En ik denk ook niet dat Paulus altijd een big smile heeft gehad als hij vervolgd werd. Als hij in elkaar geslagen werd. Als hij de dood recht in de ogen heeft aangekeken. Maar toch zegt hij, verblijd u. Verblijd u ten alle tijden. Maar over welke blijdschap heeft Paulus hier dan? Nou, dan zouden we eigenlijk even het vers ervoor mee moeten nemen. Want in vers 3, waarin hij aangeeft twee personen in het bijzonder te willen bedanken en dat de gemeente ze in liefde moet blijven ontvangen en dat hoe oprecht deze vrouwen zijn, dat ze moeten blijven helpen, zegt hij in vers 3 aan het einde namelijk iets. Hij zegt dit. Ook Clemens met andere medearbeiders ontvang ze, wees blij enzovoort, van wie de namen in het boek des levens staan. In Lucas komt diezelfde gedachte terug als hij zegt, of als Lucas zegt, verblijd u, waarom? Omdat uw naam staat geschreven in de hemel. Dat is een hele andere blijdschap dan het gevoel van jee. Dat is een blijdschap die heel diep gaat. Een blijdschap die we mogen ervaren, zelfs als we verdriet hebben. Als we onzekerheid hebben. Als we niet weten hoe onze toekomst eruit ziet. Is het nog dat we die blijdschap 24/7 hebben en kunnen hebben. En misschien wel moeten hebben. En niet een blijdschap die we zelf mogen bewerkstelligen in onszelf. Dat we daar druk mee bezig zijn. Dat we denken, oh, ik zit niet goed in mijn vel, maar ik moet die blijdschap ervaren. Nee, het is de blijdschap die we mogen ervaren door de Heilige Geest aan. Heen vanuit de gedachte dat we in genade zijn ontvangen. Mijn genade is uw genoeg. Daarin mogen we blijdschap ervaren. Wat er ook mogen gebeuren in de toekomst en in deze onzekerheid ook waar wij leven. We mogen weten dat onze naam staat geschreven in het boek. En Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 17, gaat hij nog een stap verder. Hij zegt hij, al word ik zelfs als een planoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Al kost het mijn leven, ik verblijd mij en verblijd mij allen. En dan sluit hij af, of misschien daarvoor eigenlijk al, niet hij sluit hem af, maar daarvoor staat ervoor al, samengevat zegt hij, het leven is mij Christus. Sterven is mijn winst. Het maakt niet uit wat er gebeurt met mij. Al kijk ik de dood in de ogen, al zal dat het laatste woord zijn hier op aarde, ik weet dat mijn naam staat in het boek des levens. En ik moet daarbij denken aan het verhaal van Jezus. Het verhaal van Jezus als hij met zijn discipelen in de boot zit en er is een storm. Je kent het verhaal wellicht. Zoals een verhaal die ik als kind altijd al geweldig vond. Een boot en een storm en die golven, wauw, op alle kanten op. En dan komt Jezus daar, soort verslaperig uit die boot. En iedereen angstig, oh, we vergaan. En dat Jezus eigenlijk staat, klein gelovige, het komt goed, ik ben er toch bij, het komt toch allemaal goed. En dan praat hij en dan spreekt hij het uit en dan wordt alles rustig. Maar wist u dat het mooie aan die tekst, als hij daar zegt, klein gelovige, waarom bent u angstig? Dan heeft hij het niet zozeer over die angst die ze hebben. Want dat maken we er vaak van. Je hoeft niet bang te zijn. En het is waar. Het is zeker waar. Maar Jezus zelf kende ook diepe angst. Maar het gaat hem om die laatste woorden van de discipelen die ze daar uitspreken. We vergaan. En Jezus zegt, hoezo we vergaan? Al gaat die boot om. Al verdrinken hier ter plekke. Al komt het water hier naar binnen en overleven we het niet. We vergaan helemaal niet. Ik zit toch bij jullie in de boot. En diezelfde woorden zien we hier terug bij Paulus. Verblijd u ten alle tijden. Wat er ook gebeurt in uw leven, en wat voor ellende we ook zitten, nou, we hebben het net gehoord. En laten we alsjeblieft niet tegen die mensen zeggen, ach, wees ook blij in die tijd. Maar we mogen wel zeggen, wees en verblijd u. Omdat u mag weten en een zekerheid heeft dat uw naam staat in het boek des leven. Want dan geloof ik, als we dat doorhebben, dat die blijdschap er is in ons verdriet. Dat die blijdschap er is in onze woede.
dat die blijdschap er is in onze onzekerheid. Maar tegelijkertijd kunnen we verdriet hebben over dingen die gebeuren in ons leven. Er staat niet voor niks een heel boek in de Bijbel genaamd Klaagliederen, waarin ellende wordt omschreven. Het is niet voor niks dat David meerdere psalmen schrijft. Mijn God, waar bent u? Mijn God, waar bent u? Waarom heeft u mij zelfs verlaten? En toch elke keer weer terugkeren naar dat ene ding. Maar ik weet dat u er bent. Ik weet het. David wist, ondanks de situatie waarin hij zat, hoe ellendig die situatie er ook uitzag. Hij wist, mijn boek staat in het naam des levens. Ik weet, ik ben bij God. Dat is een eerste belangrijke les die Paulus hier wil meegeven. En dan zegt hij in vers 5 het volgende. Als u die blijdschap vanuit genade hebt ontvangen, als u dat doet, wees u dan ook van bewust dat dat handen en voeten gaat krijgen. Namelijk, hij schrijft in vers 5, uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heere is nabij. En dat is ook een confronterend woord. Dat confronteerde mij in deze tijd. Als ik dagelijks voor de klas sta, dan zie ik dat die spanningen op scholen ook toenemen. Leerlingen vinden die onzekerheid van wat gaat er gebeuren heel, heel prettig. Mogen we nu nog naar de sport? Hoe gaat het dan deze week eruit zien als we misschien nieuwe maatregelen krijgen? Leerlingen die zitten met de gedachte, ja, hoe zit het eigenlijk met open oma? Ze zijn al zo lang ziek. Hoe zit het met mezelf? Sommige leerlingen zelf kampen met problemen als het gaat om gezondheid. Ja, dan komt corona natuurlijk dichterbij. Het verruwt allemaal. Het brengt spanningen met zich mee. Dat zien we ook in de maatschappij. We zien het ook in de kerk. Waarin verschillende gedachten terugkomen. Mensen vanuit angst handelen. En dan spreken hier die woorden, wees welwillend. Welwillend naar die ander. En je zou het ook gewoon kunnen vertalen, wees vriendelijk. Wees mild. En die situatie waarin Paulus dat schrijft, is dat heel bijzonder. Hij zit in de gevangenis en we weten dat het allemaal onterecht is. Want hij staat voor Christus, hij wil gaan, hij wil het evangelie brengen. Er wordt hem eigenlijk een onrecht aangedaan. En dan juist in die onrecht, in het onrecht zegt hij, wees zacht, wees welwillend naar elkaar. Sta niet op uw eigen recht, maar heb juist uw vijanden lief. Want het is aan die welwillendheid, in die vriendelijkheid, in die mildheid, dat ze zullen zien wie Jezus is. In 2 Korinthe zegt hij dit. Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid. En dan zegt hij niet in Christus, niet door Christus, maar dan zegt hij van Christus. Die zachtheid die wij mogen hebben naar elkaar, dat is de welwillendheid van Christus. Met andere woorden, als wij zacht en mild naar de mensen om ons heen zijn, dan zijn we op dat moment de handen en voeten van Christus in die situatie. Jezus zelf zacht en mild. Brulde ook als een leeuw als het nodig was. Maar bij de mensen die het nodig hadden, was hij zacht en was hij mild. En zo mogen wij dat ook zijn. Heb elkaar lief, heb uw vijanden lief. En in de woorden van Jezus, laat als het nodig is zelfs uw andere wang zien als u een klap heeft gekregen. Betekent dat dan dat het makkelijk is? Nou nee, ik bedoel, als u mij om 6:10 twee gillende meisjes aan mijn bed staan, dan denk ik ook niet, ah lieverd, wat leuk. Dan denk ik ook op een gegeven moment wel, ja, papa is moe, ga nog naar je bed. Jongens, jullie weten toch dat je die niet uit moet. Is het schaapje al groen? Nee, ga terug, hij is rood. Hij staat pas op 7:00. De ouders die kennen die grap waarschijnlijk, het schaapje. Maar natuurlijk is dat niet makkelijk. Maar in die welwillendheid, in die zachtheid van Christus, daar zit iets. Namelijk dat van Christus, in die zachtheid van Jezus, mogen we ons juist beseffen dat het ook wel in Jezus is. Namelijk, en ik hoop dat het kwartje al een beetje is gaan vallen, die blijdschap en zachtheid en mildheid, die kunnen we ergens anders terugvinden in de Bijbel. In de vrucht van de geest. Wanneer we in genade zijn ontvangen, wanneer we doorhebben dat het niet om ons gaat, maar dat we ons mogen richten op Jezus en wanneer we hem aanvaarden, dan krijgen we de Heilige Geest. En die Heilige Geest die triggert in eerste instantie die blijdschap. Het besef. Maar die triggert ook die zachtheid, die welwillendheid. Want die kunnen we niet uit onszelf opbrengen. Dat is onmogelijk. Maar die kunnen we wel ontvangen in en door de Heilige Geest. Oké, nou Paulus, tot nu toe snappen we dat. Dat klinkt ook allemaal logisch. En kunnen we meekomen. Wat fijn dat we dat ook niet zelf hoeven te doen. Dat we er wel mee bezig moeten zijn. En dat we
moeten lezen en dat we ons mogen laten voeden. Maar uiteindelijk dat we het mogen ontvangen en dat het mag gaan groeien door de vrucht. En dan zegt hij in vers 6 dit. En deze was voor mij het meest confronterend afgelopen week. Dan zegt hij in vers 6, oké, nu de derde stap. Wees dan ook in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Ik zou bijna willen zeggen, oké, Paulus, wacht even. Wees in geen ding bezorgd. Je zit daar in een cel. Het is wellicht koud. Het is daar vochtig. Het is verschrikkelijk. Je hebt al zoveel meegemaakt. Je weet dat het einde misschien wel daar aanstaande is. En dan kom je met die woorden, wees in geen ding bezorgd. Of misschien denkt u dat ook wel, Paulus, dat is wel leuk. Maar ja, ik sta op het punt mijn baan te verliezen door de crisis. Hoe gaan we dat dan doen? Ik heb geen inkomen. Misschien dat u denkt, ja, wees in geen ding bezorgd. Ik ben zelf ziek. Of ik ken mensen in mijn omgeving, ik ben ziek. Hoe ziet dat er dan uit? Paulus had zelf alle reden om bezorgd te zijn. De mensen in Filippi hadden alle reden om bezorgd te zijn. Doordat alles wat op hun pad kwam. En wij hebben misschien wel alle reden om bezorgd te zijn. En dan zegt hij, nee, wees juist in geen ding bezorgd. Niet in één ding, niet in twee dingen, niet in een mini dingetje. Maar wees in geen ding bezorgd, helemaal niet. Nee, ga juist in verlangen van alles, ga bidden, ga smeken. Ga met dankzegging naar God toe. Maak het bekend bij God. Leeg daar uw hart. En ik denk dat in die dankzegging, daar zit het. Wees in geen ding bezorgd. Want ik weet niet hoe het met u zit. Ik ben namelijk wel bezorgd. We staan op een punt om als gezin een keuze te maken. Waarin best wat bezorgdheid bij komt kijken. Voor mijzelf. Vanuit menselijk oogpunt. En dan lees ik die woorden en dan denk ik, ja, Paulus, dat is wel makkelijk. Wees in geen ding bezorgd. Maar dan zegt hij, nee, dank God. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18 zegt hij, dank God in alles. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Het is de wil van God in Christus Jezus. Bidden en danken. Toen ik daarover nadacht, zitten daar namelijk twee verschillende houdingen in de manier van bidden. Wanneer we bezorgd zijn en wanneer we ellende kennen in ons leven, dan bidden we symbolisch met ons hoofd eigenlijk als het ware naar beneden. Omdat we geknecht worden door de ellende die we kennen in ons leven of de onzekerheid die we hebben. We bidden naar beneden en we kunnen dan af en toe in die houding vastzitten. Oh Heer, help ons alsjeblieft, want ik weet niet hoe ik eruit kom. Vader, hoe ziet die toekomst eruit? Ik weet het niet. Vader, u kent ons probleem. Maar als we bidden vanuit een dankzeggende houding, dan doen we eigenlijk dit. Dan gaan we richting omhoog. En dan betekent niet dat die bezorgdheid er niet is, maar in die houding gebeurt iets. Namelijk, als we bidden omhoog, dan zullen we het kruis zien. Als we naar beneden kijken, dan zien we de grond. Maar als we omhoog kijken, dan zien we het kruis. Vanuit een houding met dank bidden, zorgt het er ook voor dat we gaan kijken wat God al heeft gedaan in ons leven in het verleden. Als ik me nu namelijk zorgen maak over de toekomst. Oh, straks moeten we die keuze maken. Hebben we dan nog wel genoeg geld? Maar als ik vanuit dankzegging terugkijk, denk ik, ach ja, toen we net getrouwd waren en we allebei nog maar een heel klein baantje hadden, toen hadden we ook haast geen geld, kwam het ook goed. Waarom? Omdat God ons ook gewoon brood op de plank gaf. Bidden vanuit dank zorgt ervoor dat we ook een houding krijgen waarin we terug kunnen kijken al waarin God actief is geweest in ons leven. Bidden vanuit de dank zorgt er ook voor dat we omhoog kijken naar het kruis. En ik zou eigenlijk zeggen, dat zou de mooiste plek zijn. Dat als u, bij wijze van hang een kruis op in uw kamer of een kruisje. Dat als er dus momenten zijn waarin u zorgen kent of bezorgdheid kent, ga dan bidden. En doe het dan ook symbolisch maar bij wijze van het kruis en kijk omhoog. Want als we omhoog kijken en we bidden met die houding omhoog, dan hebben we door wat God ook al heeft gedaan voor ons. En dan komen we weer terug bij het eerste punt. Want dan kijken we omhoog en dan zien we naar het kruis. En dan weten we, ja, ondanks wat er ook is gebeurd, Christus is daar gestorven voor ons. Is opgestaan uit de dood. En vanuit daar mogen we bij hem zijn. Het grootste wonder, het grootste daad die Christus al voor ons heeft gedaan. En dan mogen we ons vastklampen aan het kruis. Een mooie oude lied. Ik grijp en verklamp mijzelf vast aan het kruis. Dan kunnen we met dankzegging zeggen en dus vanuit blijdschap. Wat er ook gebeurt, of hoe de toekomst er ook uitziet. Ik sta toch immers al in het boek. Dus leven. Als je al deze drie punten gaat doen, of gaat doorhebben, vanuit deze drie punten gaat leven, staat er in vers 7. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken. Dus het begint met 1. Verblijd u. Waarom? Als u Christus kunt getuigen, staat u in het boek des leven. 2. Wees vriendelijk, de vrucht van de genade.
Laat hem zien en laat hem door u heen werken. 3, wees niet bezorgd. Paulus zegt, Christus is mijn leven en sterven is mijn winst. Sterven kan, maar we vergaan niet. We hoeven niet bezorgd te zijn, want we komen weer terug bij punt 1. We staan in het boek. En als we dat doorhebben, zegt Paulus, dan zullen we die vrede ervaren. Hij zegt zelf in vers 9, wat u geleerd hebt, doe dit. Doe deze punten. Doe alles wat ik je net heb verteld. En de vrede van God zal met u zijn. Sommige mensen zeggen de vrede in God, of de vrede samen met God, het vredig samenleven, en dan komen we op één niveau. Nee, er staat de vrede van God. Vanuit het Grieks zou je het terug kunnen vertalen naar het Hebreeuws, en dan kun je het juist vertalen met het woord shalom, volledigheid. Wanneer we op die manier leven, dan ervaren we een innerlijke rust die God ons wil geven. En die rust, die geeft ons blijdschap. Die geeft ons zachtheid. Die geeft ons vriendelijkheid. Die zorgt ervoor dat we niet bezorgd zijn om wat er gaat komen. De shalom van God. De heelheid van de mens. Het herstel van alles wat binnenin zit, wat nog niet juist zit, dat zal plaats gaan vinden. We worden op die manier door de vrede van God precies zoals we zijn bedoeld. En deze vrede van God is dus alles en eigenlijk het tegenovergestelde van die bezorgdheid. Is alles behalve verruwing en hard zijn naar elkaar. En die vrede van God is alles behalve verdriet, maar kent alleen vreugde. En het woord, en daar wil ik mee afsluiten, vrede en de manier waarop die wordt gebruikt, wordt hier neergezet als een soort van schild. Het bewaart uw hart. En dat zijn woorden die Paulus hier heel doelbewust gebruikt. De Filippenzen, daar zaten heel veel soldaten. En hij gebruikt daar een term die zij heel goed kennen. Als soldaat moet je jezelf veilig houden. En zo ook als christen moet je jezelf veilig houden. En als we leven vanuit deze 3 punten, dan kunnen we ons hart kunnen we bewaken tegen pijlen die op ons worden afgeschoten. Maar die vrede die kunnen we alleen maar ontvangen als we in verbondenheid met Jezus Christus leven. En als we dat hebben, dan vormt het ons. Dat schild, dat vormt om ons hart. En dat zorgt ervoor dat onze identiteit in Christus sterk komt te staan. Namelijk dat alles wat op ons pad komt, de woorden van een ander, raken ons minder, omdat we weten, we zijn van hem. En als we met die mensen toch moeten omgaan, dan zullen we zien dat we de kracht daarvoor krijgen. De innerlijke liefde, de innerlijke vrede, de zachtheid van Christus, om met mensen om te gaan. En dat zal ervoor zorgen dat wanneer we dan toch in die situatie komen, dat we bezorgd zijn. Maar als we dan bidden en we gaan op onze knieën, vanuit dank, omhoog kijken naar het kruis, en we ons realiseren wat Christus al heeft gedaan, dan zal die bezorgdheid weggenomen worden en zullen we vrede in ons hart mogen ervaren. Omdat we zien, Jezus is al die tijd al bij u geweest en hij zal zijn. Ook in deze tijd van corona. En ik besef me heel goed dat als we horen over die mevrouw die dan, of over het gezin met het kindje, dat die woorden heel simpel klinken en misschien heel confronterend zijn. Of misschien dat u zegt, ik ervaar het niet zo. Dan zeg ik, ik ken dat. Ik ervaar het namelijk ook niet altijd zo. Maar dan begint het toch, denk ik, met die ene houding. Op de knieën. Met de ogen richting het kruis. En daar zou ik willen zeggen, laat die genade van Christus maar gewoon over u heen komen. Er staat toch niet voor niks bij u op de gevel. Mijn genade is u genoeg. Amen. Ik wil met u bidden. Vader in de hemel, Heer God, zijn we ontzettend dankbaar. Heer, als we horen dat u ons vrede wil geven. Heer, en we bidden, wilt u ons die vrede ook geven? Wilt u die vrede geven die ons hart mag bewaken? Heer, als we voor dingen staan in ons leven, of als er dingen zijn gebeurd die ons vasthouden, Heer, dan willen we bidden voor die ene vrede, die vrede van u. Heer, dat we mogen leven vanuit genade. Heer, wilt u ons helpen dat we ten alle tijde blij mogen zijn? Ook als we in een situatie zitten waarin blijdschap helemaal niet tot ons vocabulaire hoort, dan willen we vragen, Heer, wilt u ons blijdschap geven door de gedachte dat die genade die we van u mogen ontvangen, dat het genoeg is. En dat wat ons ook mag overkomen, we niet vergaan. Maar dat we ten alle tijde bij u zullen zijn. Dat onze naam staat in het boek des levens. En Vader, we willen vragen, wilt u bij ons zijn? Dat als er mensen op ons pad komen die we moeilijk vinden, als we die ene collega op het werk lastig vinden, of als we op school zitten
Nou, we worden gepest. Of we hebben toch een aantal van die bullebakken van die verschrikkelijke mensen om ons heen. Wilt u ons helpen om vanuit liefde te reageren? Vader, wilt u ons helpen om in liefde naar elkaar te blijven kijken? Ook in de gemeente, als we zo verschillend zijn. Als er dingen zijn die wellicht ons eerder doen verwijderen, dan willen we vragen. Wilt u die vrucht van de geest in ons hart laten groeien? En wilt u ervoor zorgen dat we vanuit die vrucht mogen leven? Dat we in zijn liefde met elkaar om mogen gaan? Vader, u zegt zelf dat in die eenheid die we mogen hebben, dat u zichtbaar wordt in de wereld om ons heen. En we willen bidden dat juist in die eenheid die we zoeken, die we van u hebben gekregen, dat inderdaad Christus zichtbaar mag worden in Hattem, in de omgeving. Vader, we willen bidden. Wilt u ons helpen dat als we bezorgd zijn over de dag van morgen, omdat u onzeker is. Wilt u ons helpen om ons te laten beseffen dat we elk moment van de dag op u terug mogen vallen. Dat we bij u mogen zijn. Wilt u ons helpen om te laten zien dat u altijd al aanwezig bent geweest in ons lichaam. Bij ons, in ons leven. Heer, dat u uw geest hebt gegeven. Heer, en dat we terugkijkend op het verleden. Dat u al zo goed voor ons bent geweest, alleen al in het offer van Jezus Christus. Wilt u zo bij de zieken zijn in de gemeente? Wilt u een kracht geven? Wilt u een rust geven? Wilt u bij de familie zijn die eromheen staat? Wilt u er zorgen dat ze ook daarin in liefde klaar kunnen staan en mogen staan? Wilt u een kracht geven als er samen gehuild mag worden? Wilt u kracht geven als er samen gelachen mag worden? We willen beide bidden voor wijsheid voor de mensen in de politiek die het land op dit moment in een moeilijke situatie moeten leiden. We willen bidden voor wijsheid voor onze medische wereld, als we druk op zoek zijn naar een middel wellicht. We willen bidden in al deze situaties, mag u aanwezig zijn daar. En we willen bidden dat uw wil mag gebeuren met de wereld, zoals het u het voor ogen heeft. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Laten we zitten, stil zijn, misschien uit volle borst meezingen, opwekking 765, maar wel uit volle borst in uw hart dan. Uw vrede vult het huis. Ingemaakt met u door.
door het kruis dat ons verzoent. Het hemelkoor verstilt als uw zachte stem over onze leven zingt. Uw genade lied vervult ons nu met dankbaarheid. Uw geest het uit in ons. Wij zingen Abba, Vader. U bent hier bij ons. Wij zijn uw zoons en dochters. En uw liefde laat ons nooit meer los. Zullen we gaan staan, als dat mogelijk is. Want Paulus stuurt hier onze eigen commissie. En we hoeven dat niet alleen te doen. Want we mogen gaan en staan in die zegen. Paulus zegt nog één keer, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Doe dat. En de vrede van God, die zal met u zijn. En we mogen gaan. Sla ik net mijn blaadje weer om natuurlijk. We mogen gaan in de zegen. Namelijk in de liefde van God. In de genade van de Heer Jezus die met u is. En in de gemeenschap van de Heilige Geest. Die is en blijft met u allen. Amen. Fijne zondag voor de mensen thuis. Geniet van deze dag.